Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag de gast Tanja Koning. Tanja, je bent van het Future Flux Festival in Rotterdam. Ja. Wat doen jullie? Wij zijn een festival. Volgende week hebben we onze eerste editie. En we gaan in 2 dagen lang of het programma gaan we onderzoeken hoe nieuwe technologie ons leven verandert. Dat doen we vanuit de maakindustrie, dus waar Rotterdam bekend mee is. Vanuit de creatieve industrie en vanuit de maker movement. Het eerste stukje, het eerste deel van je zin, we gaan de nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Yeah. Dan kan je denken, daar zijn er meer van, hè? Yeah. Meer festivals. Daarna, in het tweede deel van je zin, ben je gaan uitleggen waarin jullie onderscheiden. Kun je dat iets duidelijker maken? Ja, het idee is heel erg in de Rotterdamse haven geboren. Dus daar staat een hele grote loods, de onderzeebootloods. Voor veel mensen ook wel bekend als plek. En in dat gebied is eigenlijk een heel community. Dat is de oude RDM-werf, hè? Ja, de oude RDM-werf, zeker. En de loodsen daaromheen, dat is natuurlijk, die zijn ooit failliet gegaan. Het havenbedrijf heeft dat gebied sinds een paar jaar helemaal nieuw leven ingeblazen. En daar zitten heel veel start-ups, heel veel high-tech werkplaatsen. En dus die onderzeebootloods als evenementenlocatie. En samen met het havenbedrijf ben ik een keer gaan kijken zo van, hey, hoe zou je nou rugbaarheid kunnen geven aan al die ontwikkelingen die daar zijn? En hoe kun je daarmee ook de stad en de haven wat dichter bij elkaar brengen? Ja, dat is wel een heel andere ambitie, de stad en de haven dichter bij elkaar brengen. Waarom koppel je dat aan elkaar? Waarom is dat belangrijk? Deels omdat RDM wil laten zien zeg maar, wat ze voor toffe dingen aan het doen zijn. Dus het heeft heel erg het bravoure van, hey, wij zijn hier allemaal nieuwe projecten en producten aan het verzinnen. En anderzijds, Rotterdam heeft natuurlijk jarenlang een beetje met zijn rug naar dat water toegeleefd. En je merkt nu die industrie verandert. Dingen worden veel meer lokaal geproduceerd. Je kunt veel meer nieuwe technieken inzetten die juist locatiegebonden zijn. Is er een behoefte ontstaan om gewoon te vertellen over dat gebied en die ontwikkelingen? Nou, als we nou even heel, heel concreet maken. Hè? Ja. Je hebt een aantal festivals op het gebied van nieuwe digitale technologie. De Next Web is bijvoorbeeld een bekende hier in Amsterdam. Ja. Waarin onderscheiden jullie je bijvoorbeeld van zo'n Next Web? Ja, dat is de link naar het maken. Dus we zijn niet zo web-based. We zijn echt, ga maar de werkplaats in, stroop je mouwen maar op en ga maar aan de slag. Ja. Dus we zitten meer aan de makers, aan de makerskant, aan de productenkant, aan de industriekant. Ja, maar en kun je dat wat concreter maken? Moet ik me dan voorstellen dat je veel meer kijkt naar distributieachtige dingen, naar de echte containerindustrie in de haven? Of, nee, we kijken meer naar bijvoorbeeld 3D-printing, wat op verschillende schalen gebeurt in dat gebied. Er is net een enorme werkplaats geopend, dat heet het Ramlab. Waarin het havenbedrijf met een heel stel grote partners hebben gezegd van, nou, wij denken dat 3D-printen in staal, dat de maritieme sector enorm zou kunnen helpen. Dus het gaat over rapid prototyping in staal. We zitten tegen een IoT Academy aan die in dat Internet of Things. Internet of Things, Academy die daar is opgericht. Dus het is een soort groot werkplaatsengevoel, waar de Next Web, wat ik een te gek event vind trouwens, veel meer software is en veel meer ook praten is, gaat Future Flux echt de mouwen opstropen en ook voor een veel breder publiek open. Ja, hoe kwamen jullie op dit idee? Goede vraag. Op een gegeven moment wordt zoiets geboren ergens. Ja. En dan... Ik deed voorheen een festival hier in Amsterdam over kunst en wetenschap. Dat heette Discovery Festival, waarin de link legde tussen uitgaan en wetenschap. Dat was toen we daarmee begonnen, was dat echt een soort noviteit. Want wetenschap was nog lang niet zo populair als nu. Dat hebben we echt zien veranderen in die tijd dat we dat festival hebben opgebouwd. En de directeur van het projectbureau RDM die wist dat en die zei, hey, wat jij doet in Amsterdam met wetenschap, zou je dat ook hier kunnen met maakindustrie, maker movement en nieuwe tech? En toen zei ik natuurlijk ja. Ja, tuurlijk. Want mijn hemel is echt een heel vet gebied. Met een hele mooie, tot verbeelding sprekende
plekken. Het is twee dagen. Geef eens een beeld wat mensen die er naartoe willen, naartoe kunnen. Wat ze tegenkomen, wat ze mee kunnen maken, wat ze zelf kunnen doen. Nou, we volgen eigenlijk twee sporen. Dus er is op vrijdag een Industry Day, waarin we echt proberen maakindustrie, creatieve industrie tegen elkaar aan te zetten. En te zien hoe zij allebei prototypen en welke kruisbestuivingen er zou kunnen plaatsvinden. Dus dat is echt een soort business event. En daarnaast is er echt een publiek programma waarin er een expositie is. Dit heet Playground bij ons. Waarin je allerlei dingen kunt maken en kunstwerken kunt bekijken en ondergaan zelfs. En er is een onderdeel wat echt meer op een werkplaats lijkt. Waarin we dus 25 pioniers uit Rotterdam hebben gevraagd om hun nieuwe IoT-toepassingen, hun circulaire economie-opvattingen bij ons, zeg maar, aan het publiek te tonen. Dus aan de ene kant is het gericht op inspiratie business-wise. En aan de andere kant is het inspiratie voor een heel breed publiek om lekker zelf aan de slag te gaan. Dus om ook echt mensen aan het maken te krijgen. Dus, Wat is daar zo belangrijk aan? Want ik heb een aantal van die initiatieven zien langskomen de afgelopen jaren. Twee, drie jaar geleden was het opeens heel hot, hè? Hier in Amsterdam ook, had je iFabrica begon en de maker movement was echt groot aan het worden. Ik heb ook zelf het idee dat het weer een beetje uit die uit die spotlight is geraakt en dat een beetje op de achtergrond is verdwenen. Of heb je dat gevoel helemaal niet? Misschien ligt het aan mij, hoor, dat kan. Is het gewoon geworden, juist. Is niet meer bijzonder. Nou ja, als het gewoon geworden is, zou je kunnen afvragen of het dan heel succesvol is. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, wat ik in... Kijk, wat ik... Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ik bedoel niet als een negatief ding. Nou ja, maar... kijk, in Rotterdam vliegen de makerspaces als paddenstoelen uit de grond. Er is bijna geen bibliotheek of buurtcentrum die niet ergens een Ultimaker ding heeft staan ratelen. De grote schaal op RDM is natuurlijk een ander verhaal. Dus dat is de makerspace die daar zit, is gewoon zo'n ramlab met staal 3D-printen en grote machines. En nou ja, als je een boot in de lengte door midden wil zagen, kan dat bij wijze van spreken daar ook. Weet je? Dus het is veel meer ook echt een werkplaats. Ik weet niet of het in moet aan populariteit. In ieder geval in Rotterdam krijg ik dat gevoel helemaal niet. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg misschien meer dat de hype-fase een beetje voorbij lijkt. Wat vaak ook goed is. Dus weet je, je hebt zo'n periode dat het opkomt. En als je naar zo'n hype cycle kijkt, en dan is het even overspannen aandacht. En dan met belangrijke ontwikkelingen, die eindigen daarna op een soort continu. We hebben het ook niet meer over mobiel internet bijvoorbeeld, want dat is gewoon geworden. Is overal. Precies. Ja. Het woord gewoon is steeds eigenlijk een beetje een verkeerd begrip. Weet je wel? Maar het is onderdeel van de gewone industrie. Ja, voor een deel begint dat te komen. Ik denk dat mensen nu beginnen te begrijpen wat het voor ze kan betekenen. En kijk, als je kijkt naar onderwijs en naar publiek begrip, loopt dat heel vaak een paar jaar achter de hype aan. Want het wordt nu betaalbaarder en het wordt nu beschikbaarder voor grote groepen mensen. Hey, wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind in het Rotterdamse perspectief, is dat Rotterdam is natuurlijk groot geworden in de scheepvaart, de logistiek, het transport. Ja. En de impact van 3D-printing is natuurlijk mega op zo'n sector. Wat jij al zegt, hè, als je metaal kan gaan 3D-printen en je kunt onderdelen van auto's, als je die niet meer hoeft te verschepen, maar gewoon op locatie kunt maken. Ja. Dat is natuurlijk voor Rotterdam buitengewoon relevant. Is dat ook is het daarom ook dat het daar is en is het daarom ook waarom het zo gesteund wordt? Zeker, ja, zeker. Wat zie je daarvan terug in de haven en in de Rotterdamse industrie? Van dat besef dat er dingen gaan veranderen? Ja, er wordt keihard gewerkt aan automatisering en er wordt keihard gewerkt aan het volledig onbemand maken van de afslagen. En je merkt dat innovatie het thema is voor de haven. En dat moet ook, want ze zijn nu vooral fossiel. Ja. En dat houdt op. En dat water stijgt. En Rotterdam krijgt dan als eerste natte voeten. Dus ik geloof dat het besef dat er, dat Rotterdam misschien bij uitstek de plek is waar je over dit soort thema's over na moet denken, dat begint wel te komen. Toen we hiermee begonnen zeiden we van dit programma gaat over de
digitale voorhoede van Nederland. Alles is digitaal, zeg maar. Alles, overal speelt dat een rol, hè? Ja. Aan de ene kant, je zei van het verschil, een groot verschil met de Next Web, logischerwijs, is dat zij als startpunt veel software dingen hebben, maar ook die software speelt overal een rol. Zitten we eigenlijk nu juist niet in de fase, en jullie ook, dat al die dingen door elkaar heen gaan lopen? Want dat rapid prototyping, dat 3D-printen, ja, dat kon een aantal jaren geleden natuurlijk eigenlijk simpelweg nog helemaal niet. Nee. Hè? In korte tijd iets bedenken, iets maken, kijken of het werkt en het aanpassen. Dus zijn die werelden bij elkaar aangekomen? Ja, absoluut. Ja, nogmaals, ik vind het Ramlab dan een heel leuk voorbeeld. Kijk, we zijn ook een cultureel festival. Hè? We gaan nu best wel de maakindustrie kant op. Maar we hebben bijvoorbeeld samen met de Makerspace, die het Ramlab onder hun hoede hebben, gezegd van nou, het Ramlab is net open. De software die daarin zit is custom made, dus is gemaakt door Autodesk. Die installatie die staat, ik zeg het even uit mijn hoofd, nog geen jaar. Dus ze zitten volop in de experimentfase. En wat ik heel tof vind, is dat doordat Future Flux in dat gebied is neergestreken, ze zeggen van, hey, is het niet een idee om een keer een kunstenaar te vragen om te gaan spelen met deze technologie en in deze werkplaats. Om te kijken waar de grenzen van de software zitten. Dus Autodesk kijkt echt met die kunstenaar mee. Zo van, nou weet je, wat komen we tegen? Maar zelfs het koelen van het staal en hoe snel je kunt printen en hoeveel kilo staal je er per uur kunt doorjassen, is voor hun nog helemaal, ze zijn echt volop in de testfase. Ja, dat is natuurlijk als festival te gek. Want dat kan je nergens anders doen. Dat kunnen wij alleen maar doen. Want we zitten in dat gebied en we zitten met... Ja. Hij is mooi bedacht, maar is het een logische combinatie? Want het eerste stuk van je verhaal zie ik die containers vormen. Ja. En nu zeg je, we zijn ook cultuurfestival met kunstenaars. Ja. Waar komen die twee bij elkaar? Het lijken mij namelijk van oudsher nogal verschillende werelden. Ja, onwijs. En daarom is het ook zo spannend om zo'n festival te maken. Maar wat je wel ziet in de manier waarop... En laten we ze gewoon even creative technologists noemen. Dus niet kunstenaars in de oude zin van het woord. Zoals je misschien de traditie van de kunst hebt. Zie je dat ze... Zeg maar, door al die lagen heen is het verkrijgen van technologie en software steeds democratischer geworden. Dus bij wijze van spreken kun je op je zolderkamer dingen bouwen die een paar jaar geleden nog niet mogelijk waren. En ik zie juist in die creatieve scene dat er van alles uit China besteld wordt en aan elkaar gehackt wordt. En dat daar heel andere verhalen uitkomen dan bij de industrie. Daar heb je gelijk in. Maar ze verbinden zich wel om die technologische vraagstukken op een kritische manier of juist een hele creatieve manier. En juist door die twee dingen naast elkaar te zetten, krijg je ook wel een soort van, hè, wat is dit? Het is inderdaad een onverwachte combi. En die doelstelling snap ik heel goed. Het is denk ik heel belangrijk om die dingen met elkaar te verbinden. Ja. En op Twitter vraagt ook Johan Schaap, waarom in de vorm van een festival? Je zou het ook op andere manieren kunnen doen, hè? Met structurele programma's. Of was dat een specifieke wens van... Wat het voordeel is van een festival, is dat je in een hele korte tijd eigenlijk een soort curriculum in elkaar jast. Mensen bij elkaar brengt. Dus het werkt als een soort pressure cooker. Dus je hebt een paar dagen flinke inspiratie en daarna verdwijnt dat, hè, of duikt dat weer onder en begin je weer opnieuw. Ja, je kan het op 100 manieren doen. Maar ik maak nou eenmaal festivals. En toen ze mij vroegen, want dat is wat jij doet. Dat is wat ik doe. Ja. Komen ze bij jou en dan draaien. En niet iets anders te doen. Ja, geen boek te schrijven. Nee, ik wil heel graag een residency programma ontwikkelen bijvoorbeeld daar. Ja. Dat heeft een langere maar tijd goed, nodig. Dat zou ook een mooie uitkomst kunnen zijn van een succesvol festival. Is dat het natuurlijk een culturele uiting krijgt. Zeker. En wanneer is zo'n festival geslaagd? Hebben jullie daar dingen over afgesproken? Aantal bezoekers. Contractsgewijs bedoel je? Nou, okay. Ja, het is de eerste editie. Wanneer komt de tweede editie? Kijk, we denken nu dat we een jaarlijks festival zijn. Dus vorig jaar hebben we een kleine kick-off gehad. Dus het was één avond. Gewoon om te testen. Dat was een test tussen mij en RDM. Zo van, hey, werkt wat we willen, werkt dat nou eigenlijk? Echt een festival vibe met zulke thematieken zeg maar, tegen elkaar te gooien. Dit is de eerste echte vuurdoop. De vraag, komt er volgend jaar nog een? Ja, ik denk van wel.
Maar het is niet dat je 5000 bezoekers of 500 of dat er zo'n soort eis aan je gesteld wordt? Niet zo hard. Dus er is, ik wil natuurlijk wel een bepaald aantal halen. Voor mij zou het cool zijn als dat er 2500 zijn. We zijn echt een startend festival. Dus we moeten echt in een enorme geweld aan events ook gewoon knokken om boven het maaiveld uit te komen. Maar voor mij is het ook geslaagd als je op een gegeven moment ziet dat die dwarsverbanden ontstaan, dat die kruisbestuiving. En dat zie ik nu al wel gebeuren, omdat we in het programma al mensen aan elkaar voor hebben gesteld. Zie ik ook al dingen gebeuren. Of er echt nieuwe business uitkomt of enorme doorbraken, weet je natuurlijk nooit. Maar we zien wel al, Ja, en wat ik nou fascinerend vind van zo'n haven, ik moest er gisteravond nog aan denken, zat ik naar een reportage op televisie te kijken over Engeland en de verkiezingen daar en het post-industriële tijdperk en hoe Southampton, zo'n havenstad, zich moet ontwikkelen om mee te kunnen in de vaart der volkeren. Mm-hmm. Toen zat ik na te denken over wat jij aan het doen bent en als je dat dan in de trends plaatst en de kijkt wat er gebeurt, dan zie je gewoon dat die havenbedrijven mee moeten in die technologische ontwikkeling, want de transportkosten moeten omlaag, omdat anders dingen als 3D-printen gewoon interessante alternatieven gaan worden voor bedrijven. Mm-hmm. Hoe werkt dat nou in zo'n haven? Want ik weet dat ik zie af en toe filmpjes van volledig geautomatiseerde containerterminals, mm-hmm. waar Rotterdam volgens mij echt voorop loopt in de wereld. Is zo'n partij als het havenbedrijf die daar enorm veel in investeert, is die dan ook aanwezig op zo'n festival om kennis te delen en misschien zelf ook weer inspiratie op te halen? Ja, ze zijn de hoofdsponsor, dus ik zou zeggen. Ja, maar ik bedoel, hoe zijn ze aanwezig? Van, als wij er naartoe komen, wat zien we dan? Kan ik daar meer te weten komen over hun innovatieprogramma's en hoe dat werkt met al die robotisering in die haven? Voor een deel. In het industrieprogramma zitten een aantal van dat soort clubs die zich daarmee bezighouden. Maar zeg maar, helemaal de haven in zijn we nog niet. Ja. Dat is misschien ook meer aan een wereldhavendagen die echt allemaal die excursies op werkplaatsen. Kijk, ik zie dat wel voor me hoor, maar ik dacht, ik begin nu gewoon met twee dagen. Ja, tuurlijk, en dan ga ik gewoon langs. Ik wil wel zeggen, ik vind dat fascinerend namelijk wat daar gebeurt. Ja. Ja. Ja, dat is het ook. Ja. Ja. En het is heel groot en het is heel megalomaan. Je zei al, enerzijds zeg maar, die maker-industrie, als wij het hier vaak over hebben, is dat denk ik nog een kleinere maker-industrie dan waar jij het over hebt. In Amsterdam maken ze helemaal niks, joh. Dat is alleen maar marketing. Ze zijn gewoon knutselaars. En aan de andere kant heb je zeg maar, die kunsthoek, wat dan even de creatieve industrie, laten we even noemen, niet kunstenaars. Ja. Maar als je mensen spreekt die zelf zeggen dat ze actief zijn in die creatieve industrie, zeggen van, we hebben zulke grote problemen in deze wereld. Mm-hmm. Die kan je alleen maar oplossen als je al die verschillende deskundigheden, invalshoeken, et cetera, bij elkaar brengt. En daar is er eentje van, die zeg maar uit de kunst en de creatieve hoek komt, die is heel belangrijk. Nou zijn dat mensen die vaak uit die hoek komen. Mm-hmm. Is dat ook een besef? Ik kom ook uit die hoek, hè? Ik weet niet waar je vraag naar toe gaat. Nee, maar goed, is dat ook een besef aan die andere kant, van die containermannen? Is dat zo eigenlijk? Of kunnen ze het best wel hun probleem eigenlijk gewoon lekker zelf oplossen? Ja, maar dat kan iedereen sowieso altijd. Kijk, ik denk dat waar ik mensen bij elkaar probeer te brengen. Kijk, ik ben een festival, ik kan niet de wereldproblematiek oplossen. En het is gewoon een tweedaagse ding. Is wel dat je. Kijk, hoe ik denk dat die 21ste eeuw. Zeg maar, welke skills je nodig hebt, hoe dat zich ontwikkelt, daarvan denk ik, daar is creativiteit echt een onontbeerlijke skill in. Dus op een andere manier verbanden leggen dan we nu gedaan hebben. Dat besef zie je wel. Kijk, als je gewoon een bedrijf opbelt en zegt, hey, ik heb hier een kunstenaar voor je, mag die gewoon een paar maanden in jouw bedrijf iets komen doen? En dan is het antwoord natuurlijk nee. Dat is een heel. Dat is een langzaam proces, zeg maar. En kijk, wat ik tof vind aan die creatieve sector is dat ze net de vraag anders interpreteren. Misschien omdat dat een business case niet de bedoeling is. Dan kan je gewoon hele andere vragen stellen. En dan kom je op hele andere ideeën uit dan wanneer je iets aan het ontwikkelen bent. Wat wel een business case zou moeten zijn. Dus ik denk wel dat die vergezichten die de creatieve industrie
verhalend kan maken, dat die wel belangrijk zijn. Ja. En dat die ook wel gezien worden door die grotere industrie. Die industrie is wel heel anders, is heel groot en de processen zijn vaak heel weerbarstig en langzaam. Dus het is niet zo alsof we in één klap, zeg maar, de munt kunnen keren. Nee. Maar als ze dus, we hadden het eerder over wanneer is geslaagd, nou, eentje ervan is natuurlijk dat de mensen komen, helder. Ja. En dat is een belangrijk ding. Ja. Maar waar hoop jij verder op? Wanneer kijk jij tevreden terug? Behalve dat het publiek, als er voldoende mensen zijn. Dat is even een ander ding. Maar wat wil je bereiken? Oh, ik kijk nu wel tevreden terug. Dat is mooi. Dan kunnen we het nu aflassen. Ja, kunnen we gewoon... laten we dat niet doen. Nee, ik wil het nu wel echt, zien. Wanneer ben ik tevreden? Ik ben nu al tevreden omdat ik zie wat er in het gebied gebeurt, zeg maar. Dat mensen echt zeggen van... Hey, wacht even, hier wil ik volgend jaar ook bij zijn en mijn dingen presenteren. Het is voor mij geslaagd als je ook gewoon een keer als leisure die haven in kan, zeg maar. Het imago is van de haven is toch moeizaam vaak. Terwijl hier kom je opeens op zo'n plek terecht waar alles kan en waar je alles kan maken en waar dingen bereikbaar zijn en waar je... Dus dat gevoel, zo van nou, we kunnen het hier gewoon gaan maken. Ja, dan ben ik heel tevreden. Maar dat is heel moeilijk meetbaar. Hè? Dus dat is een soort dat is een roze wolk waar je zelf op kan gaan zitten. Ja. En je ziet het terug in je Facebook likes. En je ziet het terug in de aandacht die je krijgt voor je project. Voor mij gaat het... Is die communicatie wel twee doelen. Ja, we hebben een heel tof feestje waar verschillende mensen op hele verschillende instapniveaus iets tofs kunnen beleven. Maar het grote verhaal is ook... Ik denk dat we meer dan ooit over die techniek moeten praten. En over wat die vermag en hoe die ingezet kan worden. Juist omdat die steeds onzichtbaarder wordt in kleine apparaten. Of in microchips en overal achter verborgen zit. Dus voor mij is dat wel deel 2. Ja, want daar even over. Hè? Ja. Want bedoel, wij hebben... We praten hier natuurlijk heel vaak over de mooie dingen die de techniek ons allemaal brengt. Je zei het net al, hè, een van de belangrijke dingen die nu aan de gang is de verregaande automatisering. Nou, dat moet ongetwijfeld als je wil concurreren met de rest van de wereld. Ja. Maar er zit ook een andere kant aan. Hè, want het is dus een heel belangrijk... Een groot aantal mensen in Rotterdam heeft zeg maar lange tijd met de handen gewerkt in deze industrie. Dus er verdwijnt ook werk. Welke andere... zorgwekkende dingen zie jij aan de technologische ontwikkelingen. Behalve dat het dus onzichtbaar wordt. Dat is ook best wel eentje, toch? Dat je niet meer weet wat... Nou ja, ik denk dat werkgelegenheid natuurlijk één ding is. Ik bedoel, het is ook niet voor niets dat alle grote jongens zeggen... we moeten naar een basisinkomen... en we moeten ook automatisering gaan belasten in het arbeidsproces. Dat is één ding. Privacy is nummer 2 wat mij betreft. Want we hebben eigenlijk... helemaal geen besef waar onze data blijven, wie daar toegang toe heeft. En dat is bij uitstek vind ik daar dat de culturele sector daar heel kritisch op is en daar ook heel veel beelden bij heeft. En weet je wat ik hoop, en dat is een beetje het maker movement stukje, is... we gaan cursussen Internet of Things aanbieden tijdens het festival. En dan leren we je hoe je zelf een sensor in elkaar klust. En vervolgens gaat dat naar een sociale club toe die in de wijk een eigen IoT-netwerkje wil aanleggen. Gewoon dat je zelf ook het voordeel ervan kan hebben. Dus ja, dat je weer terug in controle kunt komen over wat er met dit soort dingen gebeurt. Ja, want die hele stad wordt volgehangen met sensoren. Wat nou als je in plaats van alleen smart cities ook smart citizens hebt... en hoe kun je dan zelf... Is dat voor jou persoonlijk een belangrijke subdoelstelling van dat je hiermee bezig bent? Ja, ons educatieve... Is dan privacy je belangrijkste onderwerp? Ja, ik denk wel dat dat een van de belangrijke onderwerpen is. Ja. Ja. Hey, dat heeft natuurlijk in mindere mate te maken met 3D-printen, wat we ook promoten. Nee, maar goed, je kijkt naar trends en dan zijn er dingen waar je zorgen over maakt. Er zijn dingen waar je enthousiast van wordt. En dat hoort met elkaar, moet natuurlijk met elkaar een beetje in balans zijn. Ja. Je zei net, ik ben een festivalmens. Ja. Dat is wat je doet.
Welke festivals in het buitenland inspireren jou? Wat zijn op dit moment de dingen waar je naar kijkt en denkt, wow, dat vind ik gaaf? Ik vind Ars Electronica heel tof in Linz. Het is echt een art en technology festival. Nog meer art dan wij zijn misschien zelfs. Future Everything vind ik tof. Is Brits. Ja. Kijk, wat altijd een voorbeeld is, is TED. Ja. Hè? Dus de TED Talks hebben natuurlijk zo'n enorme beweging. Maar als je het hebt over succesvol kunnen communiceren over thema's die ertoe doen, zijn natuurlijk een enorme grote. Maar ja. Een beetje die richting, die kant op. Dus de ene kant echte artistieke kunstkant wil je er echt in hebben. Dat is mijn achtergrond. Ik vraag het ook om eruit te destilleren wat jij belangrijk vindt. En jij hebt natuurlijk een doorslaggevende invloed op het karakter van zo'n festival. Ja. Je vindt dus die betrokkenheid van de creatieve sector en de kunst vind je heel belangrijk. Ja. TED is voor mij hele goede presentaties. Ja. Mensen die echt een verhaal kunnen vertellen. Ja. Dus geen gehakkel met haperende powerpoints en dat soort verhalen. Helemaal uitgeproduceerd. Op het irritante af soms. Maar wat het bereik wat ze hebben gekregen en de movement die dat heeft opgestart is natuurlijk te gek. Ja, dus daar zit je heel erg op. Zijn er nog andere dingen waar we waar we op moeten letten? Dan kom ik een beetje terug bij het startpunt voor mij voor het festival. Dat is how-to. Dat zie je ook in onze communicatie terug. Toen ik nadacht over, maar hoe krijg ik in hemelsnaam al die inhoud nou bij elkaar? Weet je, wat is het nou wat je wil? En voor mij is kennisdeling een heel grote. En als je dan op een gegeven moment, typ maar een willekeurige vraag in. How-to, puntje, puntje. Dan krijg je een enorme database aan mensen die de moeite hebben genomen om iets uit te leggen voor een camera. Van kleine zolderkamertje, slecht met je telefoon, tot professioneel geregisseerd professioneel geregisseerd filmmateriaal. Dat vind ik heel tof. Ja. Weet je, dat gaat over aan de ene kant heel enthousiast zijn over producten. Aan de andere kant gaat het over een soort geekheid. Hè? Je bent ergens zo enthousiast over dat je denkt, kom op. Er zijn al 13 miljoen filmpjes van, maar ik maak er gewoon nog één over deze telefoon. En een betere. En dat hoeft niet per se beter te zijn. En er zijn natuurlijk allerlei parodieën op dat soort filmpjes. Zoals iemand als Simone Gietz, die de Shitty Robots serie heeft. Waarin ze gewoon het verschrikkelijk domme robots maakt. Omdat ze eigenlijk de ambitie had om echt goede robots te maken. En op een gegeven moment dacht ze, die klote dingen. Ja. Ik maak er één waar ik een mes op zet en die kan nog geen wortel snijden. En ze heeft een harenwas ding gemaakt. Dus die internetcultuur van kennis delen en de humor en de catchy. Hoe catchy dat kan zijn, dat was voor mij wel een ding. Dat ik wel dacht van ik zie wel voor me dat er op een gegeven moment in ieder geval dan voor Rotterdam een soort YouTube-kanaal ontstaat met how-to's over hoe je hoe je die stad beter maakt. Op allerlei fronten. Ja. Goed, als je meer wil weten, het festival is vrijdag en zaterdag. Futurefluxfestival.nl. Volgende week vrijdag en zaterdag pas. Ja, volgende week vrijdag. Oh, je zei vrijdag en zaterdag. Volgende week vrijdag en zaterdag. Ja. Futurefluxfestival.nl. Ja. En er zijn nog tickets, hè? Ja. Ja. En het is goedkoop. Voor weinig. Het is voor weinig. De Industry Day, het zakelijk deel kost 300 per kaartje. Wat ik niks vind voor een hele dag werkplaatsen in en studio visits en masterclasses. Maar aan de kant van het publiek heb ik het expres wel zo laag mogelijk gehouden. Dus tot 18 jaar mag je gratis naar binnen. En als je net iets ouder bent, dan zit je op een dagticket van een tientje en een avondticket op vrijdag van 15 euro. Ja. En je gaat er dus met de boot heen, hè? Dat is misschien ook nog wel... Vanaf de Erasmusbrug. Vanaf de Erasmusbrug zie je zo die skyline zo langzaamaan verdwijnen. En dan kom je daar alleen dat is natuurlijk... Alleen dat al is een reden om dat gebied te gaan zoeken. Nou, ontzettend veel succes. Bedankt dat je hier was. Ja. En wij gaan ervan uit dat je een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt. Dus we spreken elkaar dan zeker weer. We spreken elkaar volgend jaar. Ja, nou dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors van de uitzending. Stekel heeft altijd zijn eigen biersponsor, maar ik word voorzien door Bier & Co. Dit keer met
Kompaan, badgast, lekkere wit bier. Ik drink ook wel eens een biertje van ze. Ik vind die mannenliefde vind ik eigenlijk best lekker. Oké, okay, nou dan gaan we dan binnenkort weer een keer voor je regelen. Een streamzin uit Groningen die voor de livestream zorgt. QPX? QPR. 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 Bedrijf, ja, sorry, die heet eerst namelijk 2ML. Heet nu QPR. Zorg voor de hosting van de website en Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf kijken. Want zo direct hebben we weer een uitzending en praten we over travel. Kijk je niet live, dan kun je die uitzending natuurlijk on demand terugzien. Tot zo. Dag.